elke vrijdag en maandag vanaf 8 uur de Keukenkampioendivisie. Live bij Fox. 4 wedstrijden gespeeld door Jong AZ in 12 dagen. Nu weer een zware tegenstander. RKC dat vecht voor een plek in de play-offs. En het gretige RKC komt via Hansson op een 1-0 voorsprong. De huurling van Feyenoord, Emiel Hansson. Wat een fijne voetballer is dat. Er waren al wat kansen aan vooraf gegaan voor RKC. Dat doordrukt. Hier is de tweede in de maak. Wordt gemaakt eigenlijk na een klein half uur spelen door Sijs, de kleine Belgische dribbelaar. Jong AZ komt er nauwelijks aan te pas. RKC was ook in vorm en laat dat hier zien in een spetterende eerste helft waar het ook nog 3-0 wordt via Hans Mulder. Naar goed terugleggen van Bilate die hem fijn in de loop legt van Hans Mulder. Wedstrijd natuurlijk gespeeld. Fred Grim weet dat de winst hier gepakt gaat worden in de tweede helft. Neemt RKC wel wat gas terug. Dan is dit een fraaie vrije trap van Reinders. Maar een kwartier voor tijd is dit de overtreding van Bergsma op Maatsen. En dan moet Jong AZ ook nog terug zien te komen van een tweede doelpunt de achterstand met een man minder. Want het was de tweede gele voor Bergsma. Daar is Hansson opnieuw en hij vindt Spierings vlak voor tijd toch nog een goal voor RKC. 1-4. En zo gaat RKC hier winnen. En dat was noodzakelijk ook, want er komen nog zware weken aan met uitwedstrijden tegen NEC en Go Ahead Eagles onder meer voor de boeg. Laatste woord is overigens voor AZ. Michailik zorgt voor de eindstand 2-4, maar kan daar zelf nauwelijks om juichen.